Hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik er oftewel werd en ik wist niet goed wat ik moest doen voor deze video. Um, niet veel mensen hebben mijn vorige video van gisteren, denk ik, al uh, gezien. Dus uh, ik heb niet veel su suggesties gekregen van wat ik zou inspelen. Dus uh, dacht ik van ik laat een wereld zien dat ik en uh, Rune, uh, jullie kennen allemaal Rune, uh, hebben gemaakt. Um, in Minecraft. Uh, we zijn er nog maar een aantal dagen mee bezig. Maar uh, toch vind ik het al een heel vet uh, project. Dus uh, ik ga het hier laten zien. Uh, zoals jullie kunnen zien: het is een soort kasteelachtig iets. Um, je komt hier binnen, het heet Wartopia. Want natuurlijk is uh, genomen van Hartopia, uh, haar zijn en uh, YouTube account we konden niks vinden, um, dat was een dikke voice crack. Je hebt ook een paar uh, regels. Uh, je, je mocht niet um, uh, de landscape veranderen, uh, behalve wij nu, omdat wij nu aan de bouw bezig zijn. En je mag alleen um, dieren zonder naam uh, vermoorden. Uh, als je hier binnenkomt, zie je direct de bijenboom. Um, dit is dus een boom uh, met allemaal bijtjes, um, 15 bijen in totaal. Um, en die honing wordt dan uitgerookt. En uh, ja, we hebben hier een mooi bergje, best veel uh, bloemen. En uh, hier hebben we een aantal lantaarnpalen met hier uh, een klok. Um, als we verder lopen dan zien we hier een huisje. Um, dit is een huisje voor een... Um, bibliothecaris, um, we hebben die nog niet, we hebben nog niet echt villagers, maar een paar. Uh, dit is dus het huisje van de bibliothecaris. Daarnaast hebben we hier uh, de koeien staan, Molokko, wat letterlijk melk in het uh, Russisch is. Um, dinnerbone, die is dus op zijn kop, en Filipke. Uh, Dan hebben we hier uh, Filiberke. Ja. <laughs> <laughs> dinnerboon en yep. jeb. Dus de dinnerboon is omgekeerd. En je ver hebt uh, veranderd van kleur. Uh, oh, daar is een paal. Uh, hier hebben we de kippen. Uh, Koritsa, Bert en Jaitsa. Bert is gewoon een naam. Jaitza uh, betekent letterlijk ei in het Russisch. En Kuritsa betekent letterlijk kip in het Russisch. Ik weet het heel veel Russisch. Ik ben een Russische fanatiek. Dan hebben we hier Kneerknor. Uh, dat is uh, van de drie biggetjes, zo heette die. Um, hier hebben we een klein villager stand: uh, met Bill, uh, Jack en Prodavits. Wat letterlijk Russisch is: voor verkoper. Ja. Leuk. Um, hier hebben we dus een klein plaatje waar dat zij zijn uh, shit verkopen. En zo uh, is wel een cool plaatje. Uh, hier hebben we de smeetsen. hebben we nog geen smid in. Uh, maar ja, cool plaatje. Okay, ik ga nu nog even, eventjes terug om een paar dingetjes te laten zien. Dit hier uh, is een speciaal uh, huisje. Dit is is zijn huisje, maar hier uh, zijn paard uh, Prins. Um, hier een kip, die mag vermoord worden, maar dat ga ik nu niet doen. Um, home of the Priest: Rune is de priester van het dorp. Um, waar wij zelf zijn. Hij heeft twee um, papegaaien, Pieter en Tisco. En uh, dit is zijn uh, mooie huisje. Zijn huisje is direct verbonden met de muur. Dit is een muur. Daar kun je midden door de muur lopen. En uh, ja, uh, mooi huisje. Hier is zijn slaapkamer. Uh, staat er iets op het boek? Nee. Oké, okay. uh, dan gaan we verder uh, naar het volgende huisje. Dat is dit huisje. Dit is mijn huisje. Ik ben zeer tevreden hoe dat eruit is gepakt. Uh, ik vind het een uh, heel mooi huisje. Dat is trouwens het teken van onze stad. Dat is, uh, ja. um, ik heb hier twee uh, dieren in zitten. Dat is mijn ezel van achter, uh, Donkey Kong. En dit is mijn paard, shot. wat, drie keer raden, Russisch is voor paard. Ja. Uh, dit is dus mijn huisje um, je hebt hier de open haard um, en hier de smoker um, dat is dus ja een hele um, open haard en als je dus op het dak gaat kijken dan zie je dat er ook echt rook uitkomt dat is uh, een uh, heel leuk dingetje vond ik zelf uh, ook heb ik hier schilderijen of ja eigenlijk ophangdingen van uh, iron en uh, dat zwarte ding en uh, Diamonds, uh, Gold en Emerald. Um, hier heb ik een uh, Disco song mijn bedje. Um, hier heb ik alle name-tags van uh, dit dorp. Uh, allebei hebben, hebben een eigen naam. Alleen ze hebben niet echt een eigen naam. Ze hebben eerder een eigen nummer, maar uiteindelijk gaan we ze een eigen naam geven. Um, want we hebben ze een naam gegeven B0 uh, B1 tot B15. En dat is zodat ze niet zouden die spannen, want dieren zonder naam die spannen. Um, dus we hebben ze allemaal even een naam gegeven. Um, ja, uh, we gaan er gewoon. We gaan die uiteindelijk nog een naam geven. Hebben we hier Kneerkenarknoor, hier hebben we alle dieren dat ik jullie al heb laten zien. Uh, hier is mijn outfit. Uh, netherite helmet, netherite chestplate, iron leggings en uh, leather boots. Dit is een best coole outfit. En uh, ik heb natuurlijk mijn zwaard. Um dus uh, uh, wacht, hè. dan gaan we even in de inventory, gaan we zo even aandoen zo dit is mijn uh, outfitje ik vind het maar uh, heel cool uitzien um, uh, ja ja dan gaan we die even uh, terug helemaal uitdoen en terug helemaal helemaal terug leggen alleen ja zo en dan mag het voldoen. Uh, iron leggings, leather, leather boots en mijn zwaardje. Oh nee, dat wou ik daar. Oké, okay, uh, dit is dus mijn huisje. Ik ben er uh, best tevreden mee. Dan hebben we de toren. Dit is een uitkijktoren, maar ook een uh, woning voor een aantal personen. Hier is woning nummer 1. Uh, niet ingericht, gewoon ja. Um, dan hebben we hier woning nummer 2 ook niet ingericht. En dan hebben we hier uh, de pedal tower. Um, hier kunnen we dus uh, vechten. Um, en als er iemand valt, dan valt hij naar beneden. Ja. Um, dit is dus zeg maar voor het uh, kasteel te verdedigen. En uh, hier hebben we het uitkijkpunt. Uh, kunnen we over het hele dorp kijken. En uh, daar zijn nog dingen dat ik jullie later wil laten zien. Dus... Uh, zo, oké. Okay. Uh, hier hebben we ook een kleine camping, kampeerplek. Met een paar uh, voedselstukken die uiteindelijk gaan rotten. Hier hebben we de vuilbak. Uh, daar gooi je dingen in uh, die we niet meer willen hebben. En uh, ja... Ja. Daar hebben we een schaap... Um, hier is dus een smeed, daar heb ik al over verteld. Dit is, uh, ik weet het, een best lelijk huisje. Maar um, als we binnen gaan, zien we dat dit de bibliotheek is. Uh, we hebben dus hier allemaal rijen. Hier hebben we een raampje. Um, en zo, we hebben hier gewoon schilderijtjes. Hier hebben we een raampje. Um, en hier kunnen we enchanten. Uh, ja, dat zit eigenlijk over dit ding. Um, dan hebben we ook nog. Ah ja, dit huisje. Dit is een vrij normaal huisje, uh, gewoon een boekje, zo'n dingen. Ja, vrij normaal. Um, dit is de wijngaard en uh, ja, dat zijn geen wijnbloemen, want die bestaan niet in Minecraft. Maar uh, het is gewoon esthetics en uh, dit is uh, ook nog een beetje dingen. Um, een wijngaardje. Hier kunnen we dan naar binnen, hier kopen dan de wijn en de en uh, de druiven eventueel. En, uh, ja, ik vind het wel best een, uh, een cool huisje. Hebben we hebben eigenlijk net neergezet. Ah ja, we moeten dit pad nog doen. Dat ga ik zo meteen doen. Dat is normaal. Met cobblestone doen we dat. Ik ga dat direct doen. Uh, zo. Zoals je ziet, elk huisje heeft zo'n padje. Um, dit is de mijn. Hier. Uh, dit is het allereerste wat ik neergezet heb in, neergezet heb in dit ding. Na. Um, de muur, dus uh, hier kan ik naar beneden gaan, uh, hier kan je naar beneden vallen en uh, ja dan kan je hier mijnen. We hebben niet echt gemint uh, de laatste tijd, dus ja we, we zijn alles in creëden van doen. Als alles af is, dan gaan we hier uh, waarschijnlijk een kleine survival-serie over doen. Um, dat hangt aan jullie af, um, ja wat jullie er dan van vinden. Um, dus dan ben ik hier klaar. Um, de muur loopt nog helemaal verder. En hier, dit is de tempel. Uh, we hebben dus een tempel, Rune vroeg daar uh, om. Um, Rune is dus de priester. Uh, we aanbidden de wijngoden. <laughs> ja. Um, ja, daar zit allemaal wijn in en zo. En, uh, um, ja. ja, ik vind het best een cool ding. Uh, we hebben ook daar uh, zo, dat plafond. Uh, dit hebben we ook daarhuis neergezet. Um, ik vind het best cool. En um, nog één ding wat we al hebben, wat ik ga laten zien, is dit is de buitenpost, zeg maar. Dit is voor deze brug te regelen, voor te zorgen dat er niemand binnenkomt. Uh, hier komen uiteindelijk ook een paar villagers te staan. Um, nu staan hier lama's in bootjes. Uh, Oké, okay, nu ga ik jullie uitleggen wat we allemaal nog willen doen. Wat we dus... Uh, Willen doen is we gaan hier een heel groot plein maken. Met hier allemaal marktkraampjes. Zeg maar dezelfde als daar staan. Zo allemaal marktkraampjes. Zo in een cirkel. En dan hebben we hier het grote middenpunt. Um, waar eigenlijk de stad zich uh, behuist. Hier gaan we nog een paar huisjes zetten. Um, dus hier gaat ongeveer die uh, uh, kraampjes zijn. En hier kunnen we dan nog drie huisjes zitten dus zo. hier gaan ook dan nog kraampjes zijn en hier gaat dan vanaf hier gaan ze uh, kobbelstenen weggetjes komen en hier gaan we allemaal farms zetten hier ertussen um, en hier gaan we allemaal vissers zetten uh, voor mensen te laten vissen um, dus daar komt er allemaal nog aan uh, voor de rest um, zijn we niet heel veel van plan um, Buiten hier dan te gaan leven. Als jullie nog suggesties hebben, uh, laat het zeker weten in de comments. Uh, kijk ook mijn laatste video. Um, uh, voor uh, ja, te zien hoe dat het nu gaat. Uh, vanaf nu ga ik dus elke woensdag een video maken. Dit is een kleine, korte video. waar jullie dit te laten zien. Omdat ik niet wist wat ik moest doen. Dus um, ja. Bedankt voor het kijken. Um, ah ja, wacht. Nee, me, nee niet weggaan. Als je al hebt weggeklikt, dan uh, stout. Maar dan hoort je dit ook niet trouwens. Maar, uh, ja, um, dus hier uh, bij 11. Um, uh, hier kunnen we naar binnen gaan. Oké, okay, waarom ga ik ook net de verkeerde kant Kijk, dus hier, zo gaat het worden. We gaan helemaal behouden. En dan kan je hier naar boven gaan. Hier kan je op de muur lopen. En uh, dan kan je nog verder naar boven gaan. Hier ben je op uh, de poort zeg maar en die poort die kan ook getriggerd worden, uh, die kan ook dicht gaan zeg maar. Dus dan gaan we eventjes naar beneden springen. Als ik hier op druk, dan komt dit er naar beneden en dat, ik weet het is niet effectief tegen spelers, maar mobs en zo die kunnen dan wel niet meer binnen. Um ik ga het eventjes dicht doen. Zo, um, dit is dus looddicht. Uh, ik vind het er wel cool uitzien. Um, en dat werkt dus allemaal met een heel simpel systeempje. Um, hier hebben we gewoon al het zand staan. We doen dat gewoon zo hoog als het kan. En uh, ja. Ja, ik vind het wel leuk. Hier hebben we dat allemaal staan. Uh, dit is een van de eerste dingen ook dat we hebben gemaakt uh, naast de muur. Um, dus uh, ja, dat is bij elke poort. We hebben twee poorten, deze en die daar. Uh, dat wordt uiteindelijk waarschijnlijk de hoofdpoort. Hoofd, um, uh, puur omdat hier het middenpunt van uh, de belangstelling komt. Um, dus uh, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Um, ik geef suggesties voor wat ik volgende week moet doen. Um, misschien moet ik een pauwvideo maken ofzo. En schaap, waarom zit jij? Hoe zit jij hier zelfs gekomen? Dat is hier potdicht. Je kunt hier niet komen. Hoe? hoe? Um, ja, die schapen ook, hè? Um, ja, bedankt voor het kijken. Um, hopelijk vond je het leuk. Geef suggesties. Um, waarom werkt mij ook niet? Oké, okay, dank je. Um, dus uh, ja. Yo, yo, yo. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hiter kløten som om hverdag var en lørdag.